President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk zijn vandaag naar het binnenland vertrokken om zich te oriënteren in de dorpen die getroffen zijn door wateroverlast. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een regeringsoverleg. Als leider van het land, de president en de vice-president gaan vliegen naar het gebied om ons persoonlijk te oriënteren in het Matawai-gebied, maar uiteraard er is enorm veel onder water. We moeten even kijken hoe dat allemaal georganiseerd wordt, wat de juiste plaats is voor landing en hoe het traditionele gesagramang allemaal te ontmoeten. Tijdens het overleg is de kwestie van de vulkaanuitbarsting op Sint Vincent ook aan de orde gekomen. Het staatshoofd zegt dat Suriname solidariteit moet tonen. Lidstaat van CARICOM, die op dit moment geconfronteerd wordt met enorme explosies, vulkaanexplosies. En ze hebben hulp nodig. En belangrijk is dat we ook daar solidariteit tonen en ook hulp geven. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi. Op de vergadering is ook gesproken over de COVID-situatie en de financiële crisis in het land.